En toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Gezellig, het is vandaag donderdag. Voor Ed heb ik... Goedkoopste crème is ooit. Kom binnen, geef ze aan mij. Lekker. Verder hebben we weer een heerlijke ochtend gehad. Bobby de hele ochtend gebruld. Ramos naar de voetbal een glaasje karnemelk gedronken die hij gisteren heeft. Wat is dit dan? En die is nu super misselijk dus. Ze is bleek, ze is moe, ze eet niet. Toch maar heel even de huisartsenpost bellen. Ik ga je trouwens even laten zien wat we hebben gedaan, want we hebben gemeal prepped voor vanavond. En toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Gezellig, het is vandaag donderdag. Ja meid. Het is vandaag donderdag. Wat is het schat? Kom eens hier. En het is volgens mij 5 uur ongeveer. Oh nee, 5:10. Ik sta net op het punt om te gaan koken. Ik ben al thuis van werk. Ik heb vandaag de hele dag gewerkt. En Ed moet vanavond, dus we gaan op tijd eten. Deze dame is heel bezweet wakker geworden uit bed. Ik wil jullie even gezellig laten zien wat we dan gaan eten. Donderdag is dus echt maak de koelkast op dag. Dit keer met champignons, een charlotje en knoflook. Dan gaan we de wraps bij eten. Niet uit de koelkast natuurlijk, maar gewoon die hadden we nog. 1,5 courgette. Deze kikkererwten. 2 paprika's heb ik nog. En dit heb ik nog over van de week. Dit is bloemkool met roebakgroenten in een sausje van kokosmelk en kruiden zoals kurkuma en curry. En dat allemaal lekker door elkaar. Heeft mijn moeder van de week gemaakt voor ons. Dus dit is nog over, dus dit gaan we er gewoon bij eten. En ik denk dat ik hem gewoon garneer met bijvoorbeeld iets van nootjes of zo. Zo meteen even kijken. Ik heb het eten niet meer aan jullie laten zien, want er kwam even iets tussen. Ramos was lekker buiten aan het spelen met kindjes hier buiten. En toen was hij gevallen ineens, super hard. En had hij een klein gaatje in zijn voorhoofd. Ze zijn even naar de huisartsenpost geweest, of tenminste Ed dan. En daar hebben ze dicht geplakt. Niet heel ernstig hoor, maar moest wel echt geplakt worden. Dus daarna snel eten en heb ik niet meer gevlogd. Nu is het verwendtijd en mag je lekker bij ons op de kamer slapen. Het is 7 uur, de meiden liggen erin. Wij hebben lekker koffie, of tenminste ik dan. En dan hebben we een chocolaatje bij en dan gaan we gezellig even op onze kamer samen zitten. Nee, ik heb een pepernootje. Oh ja, ik heb een pepernootje. En Ramos heeft chocolaatjes. Een Sinterklaas chocolaatje, maar liefst. En we gaan even samen een beetje quality time hebben. Dus ik zie jullie gezellig morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Goedemorgen. Wij zijn lekker aan het chillen deze ochtend. Ramos, de meiden en ik. Het is 11:15. De meiden liggen lekker in bed. Met Ramos valt het gelukkig toch wel mee. Ik was eigenlijk best wel geschrokken gisteren, toch wel. Maar het is nu geplakt en nou, het ziet er allemaal wel best wel oké uit. Dus ik hoop dat het ook zo is als die pleister er over 2 dagen af mag. Nu ben ik even spullen aan het pakken. Mijn moeder komt gezellig vanmiddag. En we hadden allerlei dingen zitten bedenken die we konden gaan doen vandaag. Want we zijn allebei vrij. Maar nu met alles wat er speelt, je weet wel, is het natuurlijk niet zo heel erg veel wat je kan doen. Dus we gaan gewoon lekker fietsen. En ik denk dat ik een thermoskannetje mee ga nemen met koffie of thee. En dat we lekker ergens op een bankje gaan zitten. Waar de kindjes kunnen spelen in de speeltuin. Ook nou iets. Oké, ik hoorde dus ineens iets raars in de gang. Maar ik kan niks zien, dus ik hoop niet dat we weer een muis of zo hebben. Maar goed, wij gaan dus even naar de speeltuin. Ga ik even lekker dingen meenemen, koffie drinken. Uit eigen thermoskannen, want ik kan natuurlijk niet anders. Of thee. En ik had weer een box opgestuurd gekregen van Grace. Dus ik ga het even pakken. Ik weet niet welke het is, want ze hebben verschillende smaken en dozen, et cetera. Volgens mij hebben ze 3 verschillende. Met daarbij heel veel verschillende soorten snackjes. En ik dacht, ik ga deze gezellig meenemen. Dan hebben we een soort van toch nog een verwend momentje. Dus deze gaat mee in de tas.
Ga ik even de rest inpakken. Een broodje uithalen uit de vriezer. Boterhammen, zodat mijn moeder lekker mee kan eten zo. In de tas. Die gaan we meenemen. Voor straks, voor als we weg zijn in de speeltuin gezellig. Nou, mijn moeder is er gezellig. Die is nog even Bobby aan het verschonen. We hebben een gezellige tafel gedekt, Ramos en ik. Gaan we zo lekker eten. Wraps over van gisteren. Vind ik altijd heel lekker. Als je me kan verstaan. Zij gaan lekker lunchen op de vrijdag. Gezellig. Ja. Kom maar. Wij zijn gezellig bij de koeien. Ach, mooi. Ach, mooi. Kom maar. Hey, mee? Kom maar. Och, mooi hè. Dat was leuk. Mijn moeder is eventjes binnen bij het winkeltje nu. Karnemelk halen voor Ramos en voor mijn vader. Wij zijn aan het wachten en dan gaan we zo meteen lekker verder fietsen. Echt, ik ben zo blij met deze bakfiets. Ik vind hem zo fijn. Het is gewoon heel gezellig en ja, ik ben er helemaal blij mee. Meiden? Nou, wij hebben ons gezellig neergezet hier op een bankje bij het speeltuin in het bos. Dus dat is heel gezellig. De meiden zitten lekker hier. Ramos heeft net al even gespeeld. Mijn moeder heeft de thermoskannen met thee. En wij hebben dus gezellig onze verrassingsbox meegenomen van Grace. Super gezellig. Welke smaken hebben we allemaal vandaag? We hebben gedroogde banaantjes. Hallo. Dit zijn van die lekkere reepjes met muesli zit erin. Chocolaatje. Ja, chocolaatje mag er wel vast in proeven hoor. En ik heb natuurlijk weer een kortingscode voor je, Newborn 3. En dan krijg je 50% korting, waardoor je maar 3 euro betaalt en dan worden ze zo in je brievenbus geleverd. Dus nou, ik vind het alles helemaal leuk en echt een aanrader. En wellicht ook om iemand cadeau te geven. Dus dat was even een snelle tip. Nu gaan we lekker snacken. Lekker! Oeh, ik ga een chocolaatje nemen. Als eerst. Lekker hè? Lekker. Ik dacht, ik ga nog even gezellig met jullie kletsen voordat ik ga slapen. Maar die afzuiger hier bij ons in de badkamer gaat zo hard. Echt. Ik hoop dat jullie het niet heel irritant vinden om daar ook naar te luisteren. Maar goed, vandaag was een hele leuke dag. Lekker bij mijn moeder op pad, zoals jullie hebben gezien. Daarna hebben we hier met z'n allen gegeten. En nu is het iets van 9 uur. Nee, trouwens is 10 uur of zo, volgens mij trouwens al. Ik ga lekker naar bed. Het komt ook zo naar boven. Lekker op tijd slapen. Morgen gaat Ramos voor de eerste keer naar voetbal. Echt heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat hebben. Ik hoop niet dat iemand met een bal tegen zijn hoofd aanschopt of zo. Want hij heeft natuurlijk hier de plakding zitten. Maar goed, we gaan het zien. Lekker slapen, make-upje afhalen. Ik doe dat echt eigenlijk elke avond voordat we naar bed gaan. Ik vind het heel irritant om te gaan slapen met make-up nog op mijn gezicht. En ik gebruik voor mijn ogen altijd trouwens deze van Ethos. Super fijn. Ik had eerst dat kruidvat, ook heel fijn. Deze ook. Trouwens, ik weet dat er vragen over gaan komen. Als ik dan lekker aan mijn dingetjes aan het doen ben, crème en zo. Dus ik dacht, ik ga het meteen even laten zien. Ik gebruik om mijn gezicht te reinigen altijd de Image Skincare Vital C. Dat is dus waar ik mijn gezicht mee insmeer voordat ik het dan met een washandje ga afwassen. Ik vind het echt het allerfijnste. En deze crème vind ik ook het allerfijnste. Toegegeven, hij is wel best wel prijzig. Hij is van Sisley, maar ik vind hem zo fijn. Deze is daarentegen gewoon weer een hele schappelijke prijs. En voor mijn ogen dus iets van een euro. Hey! Ik was nog even aan... Is je mijn crème te promoten? Nee, mijn crème. Oh ja, voor Ed heb ik... Goedkoopste crème die ze ooit kon vinden. Geef ze aan mij. Lekker. Ed mag nooit mijn crème gebruiken. Want dat vind ik dus zonde. Want hij is dus super duur. En op een gegeven moment een tijdje had Ed dus mijn crème gebruikt. En toen was hij heel snel op. En toen dacht ik echt, ja. Weet je, ik vind gewoon zonde. Ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, het halve gezicht is baard. Dus niemand ziet of je ergens een soort van droogte lijn of zo hebt. Dus toen dacht ik. Ja, hier. Dit is echt het laatste wat we nog hebben. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga voor Ed ook een crème kopen, dan heeft hij ook wat. Verschrikkelijk. En toen kwam ik dus deze. Toen kwam ik deze tegen. Van de kruidvat. Dan wrijft hij ook gewoon niet in je huid. 3 euro. Dacht ik, een soort van compenseren. Voor mijn dure crème. Voor mijn dure crème. Gedeeld door 2. Is dus prima te doen. Dus Ed heeft lekker deze crème. Zo eigenlijk niet eerlijk. Een crème du jour, sensitief 0%. Lekker.
Goedemorgen op deze zaterdag. Ik zit in de auto zoals je ziet. Ramos is vanochtend naar de voetbal geweest voor de eerste keer. Die vond het helemaal leuk. En ik ga nu even met mijn moeder naar de juwelier. Want ik had toen de meiden geboren werden, had ik van haar een armbandje gehad. Eén voor haar en één voor mezelf. Ter herinnering aan de bevalling en met de namen van de kindjes, met de letters ervan. Maar dat armbandje ging dus de hele tijd stuk. Super jammer, want hij was heel mooi. En nu mogen we dus van de juwelier mogen we iets nieuws uitkomen zoeken. Dus dat is echt wel heel leuk. Dat gaan we nu doen. Dus ik ga op naar Kaatsheuvel, want daar zit hij. Verder hebben we weer een heerlijke ochtend gehad. Bobby de hele ochtend gebruld van de verkoudheid. Ramos na de voetbal een glaasje karnemelk gedronken die hij gisteren heeft. Wat is dit dan? Oh. Karnemelk gedronken en die is nu super misselijk. Dus dat gaat weer lekker en ik hoop dat het zo voorbij is allemaal. Toch maar heel even de huisartsenpost bellen. Want Bobby is dus al dik anderhalf week verkouden. Maar echt best wel flink verkouden ook, met best wel veel hoesten en zo. En nu kreeg ze ineens vandaag koorts, meet ik net, 38, niet heel hoog, maar toch wel een beetje verhoging. En ze is bleek, ze is moe, ze eet niet. Dus ik dacht, ja, anderhalve week nadat je verkouden wordt ineens dit, vond ik toch een beetje ergens van raar of zo. Dus ik ga toch maar heel even voor de zekerheid bellen. Niet dat ze daar een longontsteking of zo heeft, weet je wel. Huisarts en post Waalwijk. Nou moet ik ook wel zeggen dat ik met de meiden toch iets voorzichtiger ben. En vooral met de kleinste. Dan dat ik bij Ramos was. Dat is toch een beetje door die vroeggeboorte. Het is niet heel erg. In die zin dat ik niet heel veel moeite mee heb. Maar ik merk gewoon wel een beetje een soort van verandering daarin. Ten opzichte van bij Ramos. Hoi, goedemiddag. Je spreekt met Kimberly Mutsers. Even gebeld. We gaan het even aankijken, een paar uurtjes. Als de koorts niet erger wordt en ze gaat straks weer misschien een klein beetje eten, et cetera, dan is het niet per se dat we nu langs hoeven te komen. Gelukkig. Mocht het wel erger worden, dan kunnen we altijd nog eventjes bellen. Dus tot zover. Dan weet ik in ieder geval even hoe en wat. En dan ga ik er gewoon lekker kroelen en lekker troosten. En gaan we daar maar gewoon mee doen. Dit is mijn stukje. Wij zitten alweer aan tafel en gaan weer iets eten. Meer ook omdat we dan deze dame even iets willen laten eten. En Ed en Ramos hebben samen een, wat is het Ramos? Een bananen chocolade protein. Ja. Dingetje. Er zitten ook rozijnen in. Oh, rozijnen. Natuurlijk zit er onze whey protein chocoladesmaak tussen. Ja. Banaantjes, havermout. Banani. Cacao, banaan ook. Lekker. Ik ga zo even sporten. Dus dit komt goed uit. Lekker een koffietje erbij. 29. Samen en ik zijn lekker op kantoor. En we gaan even sporten. Yeah! Ramos met de bal en ik met van alles en nog wat. Klaar met sporten. En Ramos en ik gaan nu even een pakketje inpakken. Oh, nog maar niet aankomen, schat. Want hij vindt het helemaal leuk om hier dan te zijn en een pakketje mee in te pakken en zo. Dus we gaan er even eentje doen. Ik heb jullie dit volgens mij ook nog helemaal niet laten zien. Maar dit is dus ons domein met alle shakes en supplementen. De dozen en zo staan allemaal daar. Daar hebben we de shakebekers en hier hebben we alle eiwit varianten in alle smaken. De aardbei, vanille en chocola. En dan hebben we in het andere kantoortje hebben we nog de voorraad staan. Dus we gaan even iets gezelligs inpakken. We hebben ook allemaal leuke kaartjes hebben we erbij. Zoals deze voor de supplementen. We hebben deze voor de shakes. En allemaal leuke stickertjes en zo erbij. Dus kom maar, schat. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. In plaats van zondag. Want ik heb gisteren eventjes niet meer verder gevlogd.
Het laatste wat jullie hebben gezien was zaterdagmiddag gezellig met Ramos op kantoor. Daarna kwam Ruben, vriend van ons, weten jullie waarschijnlijk wel. Die is hier gezellig blijven slapen dit weekend. We hebben eigenlijk hele leuke dingen gedaan. Pannenkoeken gegeten, gewandeld, series gekeken, et cetera. Dus voor ons echt heel gezellig en heel chill. Maar ik dacht voor de vlog misschien net even iets minder leuk. Omdat het een soort van hetzelfde is als de afgelopen weken, denk ik. Want ja, je doet gewoon niet zo heel veel in het weekend. En ik weet ook niet of het dan leuk is om te zien. Dus ik dacht, lang verhaal, kort te maken. Het is misschien wel juist even leuk om jullie gezellig op de maandag mee te nemen. Vooral ook omdat ik dat echt bijna nooit doe. Maar juist wel leuk, kan ik even laten zien wat we meenemen. Qua eten naar het werk en hoe we dat doen met de kindje wegbrengen. En dat soort dingen allemaal. Met het avondeten, we hebben al gemeal prepped voor vanavond. Dus kan ik jullie allemaal lekker laten zien. Ed is nu met het kindje beneden trouwens. Ik heb net meegeholpen ze klaar te maken voor het kinderdagverblijf. En nu zijn zij aan het eten en kan ik me even klaarmaken. Ik heb vandaag een vestje aan. Gewoon zwart simpel. Deze is van de H&M en daar heb ik dan gewoon een hemdje onder. En ik heb deze mom jeans aan van de Zara. En mijn haarbandje en deze is van de H&M. Daar kreeg ik wat vragen over. Nu even opmaken en dan zo meteen, hoe laat is het nu? 8:10. Dan gaan we rond 8 uur gaan. Dus, ik zou zeggen, kijk nog even lekker gezellig een dagje met ons mee. Wat een snoesje met een staartje, hè? Hier is Bobbelientje en hier is lieve Ramos, die gaat lekker naar school. Allemaal laat ik in de dag blijven natuurlijk, niet echt school, maar... Ik heb hier mijn tassen klaar liggen. Ik heb er altijd 3 mee. Eentje voor van allerlei spullen. Eentje voor mijn laptop. En voor mijn agenda. En hier doe ik altijd eten in. En ik heb nu een cadeautje. Want degene die bij ons meehelpt met het inpakken, et cetera, van de supplementen. Die is jarig geweest. Dus die krijgt een cadeautje. Tassen voor de meiden. Tassen voor Ramos. En Ed is nu bezig met eten verzamelen. Het is wel zo dat er echt zo vaak dingen niet geleverd worden. Echt niet te doen eigenlijk. Mam, even schoenen aandoen. Jij hebt wel schoenen aan, hè? Anders dan doe je er een extra banaan in. Oh, ik wil het niet in de shake meenemen, maar ik ga gewoon kijken. Want wil jij een bessen erin hebben, zeker of niet? Ja. Heb je nog wel? Ik dacht gewoon bessen, banaan, amandelmelk, spinazie zonder avocado. Oké, het is altijd een beetje chaos net voordat we weggaan. Dus ik ga even proberen om het zo handig mogelijk te laten zien. Maar we nemen dus mee deze. Een mango, een banaan. Deze overnight oats. Dit is dus havermout van tevoren in de koelkast gemaakt gisteravond. Met rozijnen en amandelmelk en kaneel. Een pak melk voor de koffie. Een pak met maiswafels. Hé, hey, jengeltje. Het is hier echt net een dierentuin, dus ik kan het bijna niet filmen. Maar dit is dus nog een shake. En wat we dan nog meer meenemen, is dit. Nou, ondertussen dus alweer een tijdje gearriveerd op kantoor. We hebben de kindjes weggebracht naar het kinderdagverblijf. Bob en Charlie moesten allebei weer huilen. Echt zo zielig. De een echt met een pruillip en de andere echt full pool krijsen. Echt zo sneu, maar goed. Daarna Ramos weggebracht en toen liepen we langs en toen zagen we dat ze alweer aan het spelen waren. Dus dat is heel fijn. Nu ben ik heel druk bezig met het printen van alle labels van de bestellingen van dit weekend voor de supplementen. En we hebben een hele lieve dame die is aan het inpakken en Ed die is bezig met allerlei andere randzaken. En Sander die werkt natuurlijk thuis omdat we het gewoon, zeg maar, coronaproof op die manier het beste kunnen doen. Dus dat is een beetje de status. Het is 9:45 en ik ben echt super druk, dus ik ga heel snel verder. Zo, ik heb even lekker een lunch gemaakt. En een kopje thee, de helft, want ik had niet genoeg water gekookt. Maar goed, dat terzijde. Het is even naar de postkantoor voor de pakketjes. En ik heb alvast boterhammen gemaakt, zodat hij even samen lekker met mij kan lunchen. Dan hebben we nog echt superveel te bespreken eigenlijk voordat straks Disna en Kelly komen. Want zij komen hier een podcast opnemen.
En het is echt de eerste keer dat ik dat ga doen. Ik heb nog nooit een podcast opgenomen. Maar ik ben benieuwd. Het gaat volgens mij over sporten en sporten als moeder zijnde, et cetera. Dus in ieder geval helemaal in mijn straatje. Dus dat vind ik heel leuk. Maar eerst heb ik nog even een paar uurtjes voordat ze er zijn nodig om van alles te doen. En ik ben ook bang dat ik dat allemaal niet ga halen. Maar goed. En dit is de lunch trouwens die ik heb gemaakt. Ik had lekker avocado, maar de helft was alweer verrot. Dus er zitten maar een paar stukjes op. Hummus pompoen, echt een van mijn favorieten, zo lekker. En paprika. En ik heb om 10 uur al 2 maïswafels en pindakaas op. Maar die heb ik niet gefilmd. Dus vandaag 2 boterhammen. Normaal neem ik altijd wel een derde, maar ik denk dat dat dus nu niet hoeft daardoor. Zo, jullie hebben net lekker gezellig zitten kijken naar onze podcastopnames. Maar ik had nog helemaal niet verteld dat Kelly en Disna hier gezellig zijn vandaag. En Disna, wanneer is hij online te kijken? Ik denk volgende week dinsdag. Ik weet niet wanneer dit online komt. Deze komt vrijdag online. Oké, okay, volgende week dinsdag. Ja. En waar kunnen we hem vinden? De Mama Matties. Mama Matties. Op al je luisterapps, YouTube, overal. Gewoon zoeken op Mama Matties en je zult hem vinden. Leuk, leuk. Ja. We hebben het gehad over sporten en of je daar nog tijd voor hebt als moeder zijnde. En we hebben een aantal loedermoeder momenten besproken. Echt heel gezellig. Volgens mij zijn we echt een 3 kwartier aan het kletsen geweest of zo. Ja, een uur. Een uur zelfs. Ja. Dus als je denkt, ik ga lekker koken of lekker wandelen en ik wil iets leuks luisteren. Ja, of tijdens het sporten gewoon. Oh ja, dat kan ook. Ja, tijdens het sporten kan ook. Nou, kun je in ieder geval even kijken. Wij zijn weer thuis. En hoe lief is dit, echt. Ik word er nou echt helemaal blij van, weet je dat? Gewoon lekker de kindjes ophalen en dan, als ze dan thuis komen, dat is een beetje het maandagavondritueel, dan zetten we ze lekker op de bank neer, onder een dekentje, met een filmpje, even 10 minuten voordat we gaan eten, want we eten over 10 minuten al. Kunnen wij even een klein beetje opruimen, dan eten, lekker allemaal in bad, dus ja, ik vind het altijd helemaal gezellig na een best wel drukke werkdag. Ik ga jullie trouwens even laten zien wat we hebben gedaan, want we hebben gemeal prepped voor vanavond. Gisteren aten we natuurlijk de rijst. Heb je dat laten zien? Nee. Gisteren aten we rijst met groenten en gemarineerde kip. Die kip is op, dus die eten we nu niet meer. Maar de rijst met groenten hebben we allemaal in bakjes gedaan voor vanavond. Dus nu hoeven we dit alleen op te warmen en eten we er vanavond vegetarisch bij. En dat zijn de falafelballetjes. Dus dit is binnen 10 minuten klaar. Tafel dekken en dan kunnen we eten en dan kunnen kindjes lekker op tijd naar bed vanavond en wij chillen op tijd. Ik zie er echt lekker mega gaar uit, maar ik ben heerlijk gedoucht. Het is 7:15, dus iedereen ligt op tijd in bed, gedoucht met de kindjes en nu klaar om heerlijk gewoon te gaan chillen op de bank. Dus ik ga ook deze vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken weer deze keer. Ik hoop dat je het gezellig vond. Doe even een duimpje omhoog. Of misschien kun je ook abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie volgende week weer.